Ben je klaar voor alle? Prachtig. Maar, mijn schoenen zijn wel een beetje te klein, maar het zal wel lukken, zeker. Ik had vroeger ook altijd al een uitvlucht, dus het komt wel in orde. We zijn al blij dat je al hier bent. Voor hetzelfde geld staat er nu nog voor de spiegel. De trainingsfest was echt niet normaal. Ja, iedereen zag er wel heel belachelijk uit. We gaan een beetje voetballen, Davy, maar zo met drie, dat is niet plezant. Dus we hebben eigenlijk nog twee kameraden uitgenodigd voor komen mee te doen. En dat zijn niet zomaar kameraden. Allee, oh, godverdorie, zeg. Pieter Boer en de Leo. En de Leo van de Relst, jongen, dat is niet normaal, zeg. De legendarische Pieter Boer speelt met snor en nektapijt de sterren van de hemel bij KV Mechelen. Zijn kopbaldoelpunt tegen Ajax bezorgt KV Mechelen in 1988 de Europa Cup. Trainer Aten Mos is door het dolle heen. Ja, dat is de gelukkigste dag van mijn leven. Ook Leo van der Elst mag vieren. Hij wordt met Club Brugge landskampioen in 1988. Ja, het is ongelooflijk. Ik heb ooit al eens een titel behaald met de jeugdploeg, maar een titel met Club Brugge in de hoogste afdeling in België, dat is eigenlijk ongelooflijk. Je ziet die sfeer, iedereen wordt hier gek en ik denk dat we er vandaag nog een groot feest zullen van maken. Kortom, hier staan twee echte jeugdhelden van Davy. Aangenaam, jongen. Hey. Waar zijn die krulletjes gebleven? Ja, jongen, mijn matje is ook weg. Mijn snor is weg. Maar ja, dat is de leeftijd, dat weet je. Het wordt dus KV Mechelen tegen Club Brugge. Ja, en nou... Nu, het probleem is, jij moet wel kiezen met wie dat je wilt. Ja, ja, maar... We maken hier een goaltje mee, Sebo. Voilà. Ze maakten de goalen met trainingsfestjes, maar hoe deden ze bijvoorbeeld de dekklat? Even maken, je verdedigt achteruit. Ja, ja. Ja, toen ik 12 was, was voetbal zeker en vast mijn grootste passie. Ik wou eigenlijk op dat moment ook profvoetballer worden.